Het voelt hier net als 40 jaar geleden, toen ik voor de laatste keer in een bus reed, vertelt voormalig staatssecretaris van voor justitie Fred Teven. Hij begint maandag als part-time buschauffeur bij Koniksxion. Vandaag sprak persbureau ANP hem alvast over zijn nieuwe baan. Dacht een 58-jarige Teven behaalde op zijn 18e zijn groot rijbewijs en was al eens werkzaam als touringcarchauffeur. Vanaf volgende week werkt hij drie dagen per week als buschauffeur in zijn geboorteplaats Haarlem. Hij is er helemaal klaar voor en heeft er zin in. Zegt de woordvoerder van vervoerder Connexion. De oud-politicus is blij met zijn nieuwe baan. Het is een mooi vak. Ik heb leuke collega's en de sfeer is goed. Het is mooi om met de bus door het verkeer te gaan. Dat heb ik altijd leuk gevonden. Je moet doen wat je hart je ingeeft. Hij heeft naar eigen zeggen veel positieve reacties gehad op het nieuws dat hij als buschauffeur aan de slag gaat. Sommige mensen vinden het grappig en sommigen zijn stom verbaasd. Er waren ook wat meerwaardige reacties. Maar die neem ik voor lief. Je hoeft je nooit te schamen dat je werkt.